Spannend? Een beetje, een beetje. Wat moet je zingen? This little light of mine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine, yeah. Waarom wil jij met de Passion meedoen? De boodschap. En voor mij is het niet alleen zingen, maar ik sta ook bij het punt van, oh, die dag is Jezus gestorven voor mij. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. U komt hier naartoe, dan zie je dan in één keer Erik van Tijn staan, dan denk ik gelijk aan Idols. Bent u al een beetje zenuwachtig? Nou, nu eigenlijk een beetje, maar ik denk van, ik ga gewoon een liedje zingen, dat vind ik leuk om te doen. Let it shine, we need him in the morning, we need... Zangaudities, dan denk ik gelijk aan de Idols, denk ik, ja. Super scherp, vinnig commentaar, het is allemaal super lief. Ja, maar bij Idols waren we ook heel lief eigenlijk, maar... Toen hadden we meteen direct commentaar. Dat doen we nu niet. Hè? Nu kijken we gewoon wat kunnen mensen. Zetten we notities. De lieve, zachtaardige manier. Een beetje hoe Jezus het ook zou doen. Nou, waarschijnlijk wel. Ik denk dat hij het ook zou aanpakken. Op een zachtaardige manier in ieder geval. Ja. Het lijkt wel tot nu toe zijn het echt alleen maar mensen die kunnen zingen. Je gaat het ook wel terug horen hoor. In de sound van de Passion. Dat wordt ook meer urban, zeg maar. Omdat als je hier dan toch bent... Dan denk je door. En dan... Ja, meer urban, moet ik daar aan denken? Nou, dat is eigenlijk een moderne... Rappende Jezus? Nou, je krijgt een modernere sound. En niet per se een rappende Jezus. Maar wel de sound van de moderne popmuziek zit er nu af en toe ook in verwerkt. Ze zoeken mensen voor het koor, hè? Dus niet voor de cast. Nee, dat weet ik, ja. Wel jammer, toch? Zeker jammer. Misschien volgend jaar.